De Hoge Raad oordeelde vandaag dat de Nederlandse staat moet optreden tegen de SGP. André Rauwvoet, wat zou de Nederlandse staat kunnen doen? Nou, dat gaan we maar eens eerst rustig bekijken. Hoe oneens het ook kunt zijn met keuzes, maar ook de SGP mag zijn eigen keuzes maken als het gaat om kandidaatstelling. Nou, de Hoge Raad maakt een andere afweging. Dat hebben we vanmorgen te horen gekregen, dus daar moeten we echt even goed op beraden. Heike Langelaar, jij bent SGP'er eigenlijk, hè? Ja. Ja. SGP-stemmer. SGP-stemmer. Wat vind jij van deze uitspraak? Ja, teleurstellend. Ik zou me daar niet voor lenen om op een lijst geplaatst te worden in dwang van de overheid, weten dat niemand op mij gaat stemmen omdat ze het daar niet mee eens zijn. En ik vind het belangrijk dat er in de samenleving gewoon ruimte is, dat als je standpunten hebt gebaseerd op een religieus boek of op een geloof of wat dan ook, dat daar ook ruimte voor is. We hebben nou eenmaal een samenleving waar heel hard gevochten is voor een aantal vrijheden. En die moet je ook met z'n allen verdedigen. Maar ik voel mij sinds vandaag ook helemaal niet lichter of bevrijd of wat dan ook. Laten we het dan hebben over de jeugdzorg. U heeft vandaag kabinetsvisie op de jeugdzorg gepresenteerd. Wat ik misschien wel een van de grootste problemen vond de afgelopen tijd is dat kinderen misschien veel vaker dan vroeger denk ik ook wel niet meer één type probleem hebben. Maar een probleem komt zelden alleen bij jongeren. Enigszins gechargeerd. Als je vroeger een probleem had, een gedragsprobleem, dan ging je naar iemand die je kon helpen en dan was je klaar en dan ging je weer gewoon verder met je leven. En tegenwoordig zie je dat er bij jeugd heel veel type problemen bij elkaar komen. Ze gaan ook naar de jeugdpsychiater. Ze hebben ook last van schoolverzuim. Dan krijgen ze overal een klein beetje zorg en dan zijn ze klaar in traject A. En dan gaan ze naar traject B, worden ze ook een beetje geholpen. Maar ze zijn niet geholpen, want het zit in dat ene kind, die ene jongere, die heeft die problemen tegelijkertijd. Volgens mij denkt de VVD er ongeveer hetzelfde over. Namelijk ja, maar dan denk ik, dan hebben we 3 jaar lang een minister van Jeugd en Gezin. En die komt dan na 3 jaar, als die demissionair is, met een plan, we gaan de bureaucratie opruimen. Ik heb 3 jaar geleden al voorgesteld, laten we eens beginnen met een meldplicht. Ja. Meldplicht van kindermishandeling. Ja, dat is ook het enige punt wat ik in uw verkiezingsprogramma vandaag erop aantrof. En daar zeggen alle deskundigen, moet je niet doen. We hebben een heleboel dingen. Dan krijg je nog steeds meer foutmeldingen. En... Joram Stijn, hij is docent filosofie. Hij was jarenlang verslaafd aan wiet, kikte af en schreef uiteindelijk het boek Stoppen met blowen. 7 jaar clean. Clean, dat klinkt zo, dat zei je net al. Net als cocaïne, heroïne en ik was toch maar verslaafd aan softdrugs. In de jaren 70 op de universiteit psychologie, als je dan psychologie studeerde, kreeg je tentamens. En dan was de vraag, is cannabis verslavend? En als je dan de fout maakte om het vakje ja aan te kruisen, onvoldoende. Ja. Is het nu zo dat we jou in de verleiding brengen als ik er een aan je toe rol of niet? Nou, ik vind het wel bijzonder flauw dat je dit doet. Terug hebben. Ik ben begonnen toen ik 16 was en ik ben definitief gestopt toen ik 31 was. Dat is een beetje een school voor creatieve mensen. En met blowen, dat was iets voor revolutionaire filosofen. Ik had dus een voorgedraaide joint gekocht in een coffeeshop, half opgerookt. En ik loop over straat en ik krijg opeens ontzettende angst. Echt het koude zweet stond me op mijn... Ja, er bestaat koud zweet. En ik voelde de pijn zo in mijn arm doorstaan naar mijn borst. Dus ik kwam de broeders met de ambulance, een hard filmpje gemaakt. Niks aan de hand. Je bent kerngezond. Ja. Nee, maar ik ging dus, dat was wel het moment dat ik dacht van... Ja. Dit gaat helemaal verkeerd. Ik ben wel 10 keer, ik ben wel 20 keer gestopt. En het echte probleem is niet zo'n angstaanval. Het echte probleem zijn die mensen die toch wel, zoals ik, 10 jaar van hun leven lang blowen, gevoelens onderdrukken, zich niet ontwikkelen. Oké, ik ben er van mezelf achtergekomen dat ik verslaafd ben. En dat betekent dat er voor mij maar 1 remedie is. En dat is stoppen voor de rest van het leven. Jeroen Leenders, Vlaams cabaretier. Je hebt het Leids Cabaret Festival gewonnen. In Nederland, ik weet niet wat het is, maar Nederlanders hebben zoiets met regels. En u daaraan houden. Zo uitgestippeld. En een Vlaming is van nature iemand die zegt, welke regels? Oh, wat de regels? Niet gezien. Is dat zo? Ja, en daarom... Ja, een beetje beeldenstormers zijn wij. Het is ook dan ook complete chaos bij ons, dus dat is dan weer het andere het nadeel. Ja. Ik moest beginnen denken aan een avondvullend programma. En dan dacht ik, ja, ik heb zoveel zoveel verschillende dingen waar ik over praat en hoe moet ik dat dan gaan maken? Het moet toch eens een lijn hebben. Dus heb ik een schema gemaakt van alle dingen die ik zeg en dat geprobeerd een soort wiskundig schema van te maken om dat zelf ook uit wijs te geraken. En dat is het resultaat.
Het hangt nog steeds tegen mijn muur en ik heb er nog altijd niets mee gedaan, wegens te ingewikkeld. Edith Schippers, u bent Tweede Kamerlid voor de VVD. De VVD heeft vandaag het verkiezingsprogramma gepresenteerd. Iets wat tot de verbeelding spreekt, misschien aardig om even over te praten, is ontwikkelingssamenwerking. 8 cent van elke 10 euro gaat naar al die landen waar we soms in journaals of op andere manieren van zien dat het daar verschrikkelijk armoedig is. En u zegt, dat vind ik wel veel, hè? 8 cent van elke 10 euro. En wij zeggen dus, je moet een heleboel dingen die we nu doen, niet meer doen. Zoals begrotingssteun geven. Als je begrotingssteun geeft aan een land, dan zie je dat het land zich richt op de donoren. Die gaan kijken, wat voor criteria moeten wij aan voldoen om dat geld te krijgen. Zij richten zich niet meer op de bevolking. Wat wil de bevolking eigenlijk van ons als regering? Je kunt als mensen honger hebben, kun je zeggen, nou, we geven ze een vis. Je kunt aan mensen zeggen, nee, dat moet je niet doen. Je moet een hengel geven. En wij zeggen, nee, je moet mensen leren hoe ze een hengel moeten maken. Dit horen we al jaren, het verhaal van de vis en de hengel. Het is zo uitgekald als ik weet niet wie. Een gezin op minimumniveau, met 3 kinderen, die raakt bij de VVD gewoon, happatee, 2000 euro op jaarbasis kwijt. Okay. Als je iets meer gaat verdienen, kan je het meteen bij de overheid inleveren. En dat gaat met name natuurlijk over de middeninkomens. U heeft het meegekregen, deze partijen staan tegenover elkaar. Zullen vermoedelijk niet in een nieuw kabinet. Maar ja, eerst is de kiezer aan het woord en na 9 juni zien we wel weer verder.